Hoi, welkom bij deze nieuwe Bullet Journal video. Ik ga vandaag een aantal spreads maken in het forum omdat ik wegga. Maar ik ga een paar dagen logeren en dan is het niet zo handig om mijn Bullet Journal mee te nemen. Ja, Bullet Journal wel, dit past wel in mijn tas. Maar niet alle spullen die ik hier voor handen heb. Dus wat ga ik doen? Ik ga voor 6 dagen dailies maken. En die maak ik heel simpel, met wat papier en stickers. En daarvoor gebruik ik het stickerblok van de Action. Dat is deze. Kunnen jullie hem zien? Hij wil een beetje slecht met het lichten. Deze is dat. Ik vind hem super leuk. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken. Ik ga aan de slag. Zo, dan gaan we van start. Ik heb wat van die boekjes van de Action van 79 cent. Dit is de Pink. En die vind ik zelf heel erg leuk. En daar kies ik gewoon een aantal blaadjes uit die ik wil gaan gebruiken. Die ik nog niet eerder heb gebruikt deze maand. De meeste heb ik inmiddels al wel gebruikt. Meerdere keren. Of nou ja, in ieder geval 1 keer. Dus ik zoek ze gewoon even uit. En ik heb ook nog een ander boekje met wat andere kleuren. Het heet Florals. Maar ja, er zit weinig florals in, zeg maar. Maar daar vind ik ook nog een mooie in die wel heel goed past bij de andere twee. Ja, en dan vind ik het leuk om iets te maken van dat blaadje. Het kan zijn dat ik hem in stukken scheur en dat erin plak. Of, nou ja, ik heb hem als in vierkantjes geknipt, rondjes van gemaakt. Je kunt er echt van alles en nog wat mee doen. Maar nu had ik zoiets van, ik wil eigenlijk wel hartjes maken. We moeten even denken hoe ik dat het handigste ga doen. En ik wist niet of ik 4 hartjes wilde gaan gebruiken of 2. Dus ik heb maar eventjes het eerst door midden geknipt. En 2 hartjes gemaakt. In plaats van het gelijk met 4 hartjes te doen. Ik denk, ja, je moet wat. Het knipt niet helemaal netjes op het lijntje. Nee, het zei zo. Maar ik vond het streepje wel heel leuk. Het mooie is, je kunt achterop tekenen. Dat ziet niemand als je het weer in het boekje plakt. Dus dat is wel super fijn. Nou, hartje. Dan vouw je hem gewoon dubbel. En dan knip je hem uit en dan heb je er 2. En zo kun je dat natuurlijk met allerlei figuurtjes doen. Of net hoe je het wilt. Of misschien juist wat robuust knippen. Of wat jij leuk vindt in dit geval. Ik kies voor een hartje omdat ik het altijd wel heel leuk vind. En omdat ik weet welke dagen ik het ga gebruiken. En dat zijn vast weer dagen die een hartje verdienen. Dus vandaar. Want dit is zeg maar het voorwerk wat ik doe voor ik naar de hummeltjes ga. En die video's die kunnen jullie de komende dinsdag, woensdag en donderdag zien. Al zul je de hummeltjes zelf waarschijnlijk, ja, Anne-Vera en Henry wel. Maar de kinderen niet heel veel zien. Want dat mag niet van YouTube. Tenminste, je mag ze wel laten zien, maar dan maak je gelijk kindercontent. Nou, dat wil ik niet. Ik maak geen kindercontent, dus zodoende dat ik ze dus ook zo min mogelijk laat zien. Weet je, als er kinderen bij mij in huis komen, hoort dat gewoon bij mijn leven. En nu hoort het ook in principe bij mijn leven. Maar ik ga er wel voorzichtig mee om. Nou, maar eigenlijk is het zo al gewoon heel simpel af. Dit is het stickerboekje van de Action. Ik zou bij God niet meer weten wat het kostte. Echt geen flauw idee meer. Maar het is wel een heel leuk boekje. Er zitten allemaal stickertjes in mijn dagen van de week. Al ben ik bang dat ik niet de hele maand ermee rondkrijg. Dat kan ik je ook al wel vertellen. Maar het is wel gewoon super leuk. Nou, je zoekt gewoon stickertjes die ik, nou ja, vind passen bij die dag, zeg maar. Even checken of ik de dagen goed heb. Ja, maandag, dus dit moet dinsdag worden. En het wordt gelijk heel levendig door die stickertjes. En het is heel erg makkelijk om ze te gebruiken. Ik hoop dat ik volgende week nog eventjes naar de Action kan om te kijken of ze nog hebben. Maar dan met een ander thema. Want dit was natuurlijk het mermaid thema. Nou, dan wil ik proberen een sterretje te tekenen. Maar A, wil het niet zo goed lukken. En B, wordt het trouwens niet zo mooi als dat ik in mijn hoofd heb. Of zeg maar, het voegt er niet zo goed bij. Ik steek altijd een sterretje met 2 driehoekjes op elkaar, zeg maar. Dat is vind ik het makkelijkst. Maar het wordt gewoon niet zo mooi, om een of andere reden. Dus ik besluit toch maar wat anders te tekenen. Ik denk dan in eerste instantie een driehoek.
En dan denk ik, ja, nou, ook niet heel bijzonder. Hoort ook niet wat ik wil, zeg maar. Het is soms een beetje zoeken naar een dingetje wat je wil. Nee, wordt hem ook niet. Ik besluit gewoon, ik doe een hartje. Die past niet dus. Dus even op de andere kant een goed hartje tekenen. Soms kom je net niet helemaal goed uit. Nou, deze is beter. Even iets korter aan die kant. En dan is hij mooi rond. Mooi een hartje. En het leuke is, met het schaartje kun je het altijd nog een beetje bijwerken. Tot jij denkt, nou, nu is het een mooi hartje. En ik wil de dagen bewust een beetje leeg houden. Zodat ik echt ruimte heb om dingen op te schrijven. Want ik merk aan mezelf, als ik ze helemaal vol plak, dan heb ik bijna geen ruimte om te schrijven. En dan kan ik net mijn ei niet kwijt. En daar maak ik het natuurlijk voor, dat ik mijn ei een beetje kwijt kan. Ja, en dan komt het grote schuiven. Hoe ga ik die hartjes erop plakken? Ik wil eigenlijk niet hetzelfde als op de bladzij ervoor. Dus ik verzin iets anders. En ik plak ze op elkaar. En zo zie je, dan heb je eigenlijk 4 heel verschillende hartjes. Zonder dat je dus veel moeite ervoor hoeft te doen. En zo is zo'n pagina eigenlijk heel snel, heel simpel, wel heel leuk. Het stickertje van de donderdag erbij. En dan moet er nog even een datum bijgeschreven. En dat doe ik in dit geval met de Staedtler, de Pigment Liner 0.5. Even de datum controleren. Dubbelchecken kan nooit kwaad, jongens. Je kunt het maar 1 keer schrijven over het algemeen. En dan is het zo zonde dat je het fout doet. Dus ik probeer altijd het te controleren of het klopt. Nou, dat is de eerste al. En dan gaan we door naar de tweede. Het boekje begint overigens aardig vol te raken. Ik weet niet of ik er een heel jaar in kwijt kan. Dat gaan we zien. Ja, dit is een soort gebreide stof. Ik denk, die ga ik lekker scheuren. Maar ik wilde wel even een beetje gelijke hoeveelheid papier. Dus ik denk, doe hem even grof door midden. En dan ga ik er even mee aan het scheuren. Nou, heel simpel. Daar een stukje. Dan heb ik een plekje om de datum en de dag bij te plakken. En voor de rest heel veel ruimte om te schrijven. En dat vind ik zelf persoonlijk dus heel fijn, zoals ik net al zei. Ja, je zou dat ook nog ergens kunnen plakken, maar het was net zo'n stukje wat mij niet voegde. Dus ik ga verder met het volgende stukje. Dan moet ik even kijken hoe ik dat nou wil scheuren. En ik wil het eigenlijk zo scheuren dat ik 2 kantjes kan gebruiken. Nou, die kan in elk geval daar. En ik gebruik nu even prittlijn. En ik lijn weer op mijn boekje, bedenk ik me nu. Dat is natuurlijk niet handig, want dan zitten straks die pagina's weer aan elkaar geplakt. Boekje er even af. En dan gaan we kijken of er nog wat meer bij moet. Het kan altijd, het hoeft niet. Weet je, soms hoeft het ook niet om extra dingen te plakken. Soms is het ook leuk juist om iets extra's te plakken. Kijk, deze heeft een mooie rechter randje. Ja, dan kan die er nog boven. Nou, dan is het weer tijd om stickertjes uit te zoeken. En zo zie je, zo heb je echt in no time, heb je gewoon hele leuke pagina's gemaakt. Tenminste, ik vind ze leuk en ik hou van simpel en eenvoudig. En ik vind het ook heel mooi om hele ingewikkelde pagina's te maken. Maar dan merk ik dat ik er toch niet op ga schrijven. Omdat ik het gewoon dan weer zonde vind, zeg maar, om ze te beschrijven. Omdat ze al zo mooi zijn met al die papiertjes erop. Nee, dat kleurtje is niet goed. Dus die doen we terug. Het is wel belangrijk dat het kleurtje een beetje matcht, zeg maar. Dus even zoeken in het boekje. En inmiddels liggen de meeste stickertjes liggen los erin, zeg maar. Ja, die vind ik leuk.
Waar gaan we die plakken? Daar. Ja, dat is beter. Dan krijg je echt een soort van... ja, sticky ding, zeg maar. Nou, er is ook nog één met een soort zeemeerminnenstaart. Ik denk, nou, dat past wel leuk. Dan heb je gelijk iets waar je, zeg maar, de datum op kunt schrijven. Waardoor het dus, ja, beter wordt. 16 juli en 17 juli. En dan moeten er nog even dagen bij. Dus we gaan weer verder zoeken in het boekje. Of er nog stickertjes zijn met dagen. En dat is een beetje het krappe aan dit boekje. Daar heb ik er niet heel veel meer van. Nou, zoals je ziet, de meeste liggen inmiddels los. Ze zijn al zo vaak doorgebladerd. Ik kom nog een leuke sticker tegen met Good Morning erop. Het levendigt het geheel gelijk een beetje op. En die vond ik wel heel leuk passen bij de sticker van de datum. Thank you. En dan zijn die bolletjes trouwens wel handig, want daardoor kun je het heel mooi precies recht plakken. Lijkt nu niet recht, maar het zit echt wel recht. Nou, we zoeken nog even naar een datum, of is een dagsticker. Daar heb ik een donderdag. En daar heb ik ook nog een vrijdag van. Even goed kijken waar ik die wil hebben. En dat is het voordeel van deze stickers, moet ik zeggen. Ze kunnen heel makkelijk ook weer los. Dus als ze nou niet goed zitten, dan kun je ze ook weer loshalen. Nou, dat zijn de volgende twee dagen van de spread. Nou, we hebben nog eentje te gaan. Want ik ga dus van dinsdag tot en met zaterdag weg. Dus ik maak nu ook alvast zaterdag en zondag. Dan heb ik die ook klaar. En die ga ik knippen in een soort, ja, golfjesvorm. Dat had ik het ergens een keer gezien ooit. Dat heb ik al eerder in mijn bullet journal gedaan. Ik vond dat zo leuk. En ik hou wel van zachte, ronde vormen. Ik denk, nou, dit is wel mooi. Kijk, daar heb je één stukje. En daar heb je twee. En dat andere stuk wat er nog ligt, dat gooi ik echt niet weg. Dat kan ik gewoon bewaren voor de volgende keer. Dan kan ik zo weer nog een pagina meemaken, of twee pagina's in dit geval. Klodderlijn, niet heel handig. Dan maar even op de plek waar zo meteen een plaatje komt. Maar dat was niet zo'n slimme actie van mezelf. Ik vergeet dat elke keer dat ik dan het boekje even aan de kant moet leggen. Maar ja, kan gebeuren denk ik dan maar. Nou, de tweede nog. En zo zie je, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn om toch iets leuks te maken, iets simpels. En ik heb nog geen letter op papier gezet in dit geval. Het is allemaal gewoon met stickertjes en lijm en een schaar, meer niet. Heel simpel. En ik denk, weet je wel, zo'n bullet journal van de Action is €1,79. Zo'n stickerboekje, laat het dus €2 zijn, ik denk niet eens. Ik denk dat het €1,50 is of €1,79, zoiets was het. Het was echt heel goedkoop. En zo'n blokje is €0,79. Nou, dan kun je al met heel weinig middelen toch een hele leuke bullet journal starten. Dus het hoeft niet allemaal zo duur. Weet je, zo'n Creatic Journal is oké. De kwaliteit is echt wel heel goed. Maar het hoeft niet per se een heel duur bullet journal te zijn om leuk aan de gang te gaan. Het is maar net wat jij wilt. En als je bedenkt, hè, dat dit dus twee dezelfde stukjes papier zijn. Die op dezelfde manier geknipt zijn. Maar je ziet het al niet meer. En dat vind ik zo leuk. Nou, hier heb ik nog een paar stickertjes voor zaterdag en zondag. Er zijn weer hele andere stickertjes. Zaterdag. Oh nee, dat is de zondag natuurlijk. Want de zaterdag zit aan de linkerkant. Ja, raar stickertje. Ik moet nu wel goed omplakken. Ik plakte hem bijna op zijn kop erop. Dat is niet zo handig. Want als je iets op de kop plakt, ja.
Nou, dan nog een leuke sticker om de datum op te schrijven. Nog even wat quotejes. Kijk, Family Day. En dat klopt ook, want zondag is het gewoon weer, ben ik thuis, familiedag, gewoon gezellig thuis met het kind. Dus ja, en het is natuurlijk weer race dag morgen. Het is wat, 3 weken achter elkaar, dan 1 weekje niet en dan weer 3 weken achter elkaar. Je kan er wel van genieten. Nou, dan nog een stickertje vinden waar ik de datum op kan schrijven. En ook dat wordt steeds moeilijker, want ik merk echt dat de stickertjes aardig op beginnen te raken. Met name de blanco stickertjes. Maar ik vind er nog een paar, dus dat lukt. Kijk, ik word nu een beetje creatiever. Dit zijn eigenlijk etiketjes. Maar goed, daar kun je ook prima natuurlijk een datum op schrijven. Met zeemeerminnetjes, want dat was het thema van deze maand. ...18 en 19 juli. En dan zit het er alweer op voor vandaag, jongens. Dan heb ik het helemaal af deze week. Ja, en zo zie je in een stief kwartiertje, zoals ze dat noemen in Drenthe, is dit gewoon klaar. En ben ik voor de hele week eigenlijk gewoon klaar met het maken van dailies. Hoef ik alleen nog maar in te schrijven. En dat vind ik super fijn. Want zeker als ik bij mensen ga logeren, dan wil ik niet mijn etui mee, mijn spullen mee, mijn kaartjes mee. En zeker, dat is gewoon niet praktisch. En ja, dan is dit gewoon de oplossing om 's avonds gewoon heel even een kwartiertje voor jezelf te pakken. Even een verhaaltje te schrijven en klaar. Goed, ik ga eens eventjes die tas inpakken, want morgen ga ik dus weg. Voor jullie is dat dus al geweest de afgelopen week. Jullie zien die video's de aankomende week. Ik wens jou in elk geval een hele fijne dag na het kijken van deze video. Mocht je nou 's avonds hebben gekeken, dan een slaap lekker en een hele goede nacht. En ik zie je morgen terug bij een nieuwe weekendvlog. Tot dan! Doei doei!